Hallo jongens en meiden, welkom bij het volgende uitlegfilmpje van hoofdstuk 5, in dit geval paragraaf 4. Je kunt in je boek meelezen op bladzijde 86. De paragraaf heet Leven in oorlogstijd. Je ziet hier al twee foto's. De foto hier rechts is een vrouw die zit wat te drinken op het puin, waarschijnlijk het puin van een verwoest huis. Verwoest tijdens gevechten in een stad of tijdens een bombardement. Deze foto kan gemaakt zijn in een heleboel steden in Europa. Dit kan gemaakt zijn in Engeland, in Duitsland, in Rusland. Er zijn heel veel steden in Europa gebombardeerd, zowel door de Duitsers als door de geallieerden. Eigenlijk gaat deze paragraaf over het leven van de burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vorige paragraaf ging over de Holocaust. Nou, dit zijn wat vragen voor jezelf om nog eens over na te denken. Wat is ook alweer het verschil tussen een vernietigingskamp en een concentratiekamp? Wat was ook alweer de rassenleer? Wat was volgens Hitler het verschil tussen Übermenschen en Untermenschen? En waar staat de term Endlösung voor? Dat was een gruwelijke paragraaf natuurlijk. Nu een ander onderwerp. Over de Tweede Wereldoorlog. Het leerdoel aan het eind van deze les, aan het eind van deze uitleg, kun je herkennen en uitleggen hoe het leven was tijdens de Tweede Wereldoorlog, hier afgekort met WO2, voor de burgers in Europa. Goed, zoals ik al eerder zei, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er talloze steden gebombardeerd. Steden gebombardeerd door de Duitsers, maar ook gebombardeerd door de geallieerden. De Duitsers hebben bijvoorbeeld, voor ons heel bekend, Rotterdam gebombardeerd. Er zijn honderden mensen overleden. Er zijn duizenden mensen gewond geraakt. Er zijn hun huis verloren door het bombardement. Ook Londen, zoals je hier op de foto ziet, is gebombardeerd door de Duitsers. Warschau, de hoofdstad van Polen, is gebombardeerd. Er zijn ongelooflijk veel steden gebombardeerd door Duitsland. Maar ook zeker in Duitsland zijn een heleboel steden gebombardeerd door de geallieerden, door Amerikanen en de Britten. En ja, in alle landen hebben burgers zwaar geleden onder al het oorlogsgeweld. Tijdens die bombardementen kun je je voorstellen dat duizenden burgers zijn gedood, gewond zijn geraakt of hun woning kwijtraakten. Je ziet hier een foto hierboven van burgers in Hamburg, een grote stad in het noorden van Duitsland, die op straat leven nadat de stad verwoest is in een bombardement. Hieronder zie je een foto van burgers in Londen, de hoofdstad van Groot-Brittannië, waar mensen in de metro slapen. In de metro is het namelijk, ben je veilig of veiliger voor de bombardementen, omdat de metro natuurlijk ondergronds is. In de oorlog kwam dat veel voor, dat mensen in schuilkelders sliepen of in de metro sliepen. En dit kwam zowel voor in Engeland als in Duitsland, om maar veilig te zijn voor de eventuele bombardementen. Zoals ik al zei, in Engeland zijn een heleboel steden gebombardeerd. Na de Battle of Britain, en daar hebben we het in paragraaf 5.2 over gehad. Na de Battle of Britain, die voor de Duitsers nadelig is verlopen. Hè, de Duitsers probeerden Engeland eigenlijk, wilden graag Engeland veroveren. Maar dat is mislukt. Dus Engeland bleef zelfstandig. Engeland werd niet veroverd door de Duitsers. Maar Hitler besloot toen dat, nou, als hij Engeland voorlopig niet kon veroveren, dat hij dan zoveel mogelijk steden in Engeland ging bombarderen. En gedurende de hele oorlog zijn er steden in Engeland gebombardeerd. Nou, voor mensen natuurlijk heel erg angstig. En de steden waren ook ontzettend onveilig. Volwassenen bleven vaak wel in de steden, omdat daar bijvoorbeeld het werk was, ze daar hun werk hadden. Maar met name veel kinderen zijn geëvacueerd. Geëvacueerd naar het platteland. Dus kinderen van, nou, misschien zoals je hier op de foto ziet, kinderen van een jaar of twee, drie, of dat je
jongetje zal misschien een jaar of 7 of 8 zijn, die dan bij vreemden op het platteland ondergebracht werden, daar maanden moesten leven, weinig contact hadden met hun papa of mama, omdat ze op het platteland veiliger waren, omdat die steden zo vaak gebombardeerd werden. In Engeland waren ze vooral bang voor de V1's en de V2's. Je ziet daar een fotootje, dat is een V1. Een V1 is eigenlijk een bom met een straalmotor, zo zou je het kunnen zeggen. Of met een motor, met een vliegende bom. Die werd afgeschoten vanuit Europa, vanuit het vasteland. Die vloog naar Engeland toe. Die hadden ze kunnen afstellen. En dan boven, nou, bijvoorbeeld boven Londen, raakte de brandstof van de raket op. En viel de raket met springlading, hè, met TNT of zo, met springstof, viel naar beneden. En daarmee werden steden gebombardeerd. Hartstikke angstig natuurlijk voor de mensen, want elk moment konden dit soort V1-raketten en later V2, die waren nog een stukje groter, konden die naar Engeland gestuurd worden om steden te bombarderen. Nou, daarnet even over Engeland. Ook in Duitsland woonden natuurlijk een heleboel burgers die misschien niet zo heel veel met de oorlog te maken hadden of die misschien wel onschuldig waren. De geallieerden hebben heel veel steden in Duitsland gebombardeerd. Eigenlijk in de hoop, mede in de hoop, dat de Duitse bevolking tegen Hitler in opstand zou komen. Dat is niet gelukt. De Duitse bevolking is tijdens de oorlog nooit massaal in opstand gekomen tegen Hitler en tegen de nazi-partij. Ze waren behoorlijk eensgezind. Heeft er ook mee te maken dat de Duitsers natuurlijk leefden in een dictatuur. En kwam je in opstand, dan werd je heel zwaar gestraft. Hè? Dan werd je bijvoorbeeld gedood. Bovendien bleven heel veel mensen ook wel geloven in de nazi-propaganda. Je ziet daar bijvoorbeeld een plaatje van Der Ewige Jude. Dat is een film, een propagandafilm van de nazi's, waarin Joden als verschrikkelijke mensen worden afgebeeld. Nou, als je dat maar vaak genoeg zag, gingen mensen daarin geloven. Nou was het niet dat er helemaal geen verzet was in Duitsland. Je ziet hier bijvoorbeeld ook een foto van Sophie Scholl. En Sophie Scholl was lid van de verzetsgroep Die Weiße Rose, de Witte Roos betekent dat. Zij is opgepakt, zij is gedood, maar zij heeft bijvoorbeeld verzetskrantjes in Duitsland gedrukt en verspreid. Zij was student en samen met haar broer zat ze in een verzetsgroep. Dus ook in Duitsland kwam er verzet voor tegen Hitler. Nou, als je dan gepakt werd, kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat je werd vermoord. Nou, ik had het net al even over propaganda. Hè. Veel Duitsers bleven geloven in die nazi-propaganda. Wat is dat nou ook alweer, propaganda? Een begrip uit het vorige hoofdstuk. En propaganda is politieke reclame. Ik had het net ook over die film Der Ewige Jude. Dat is eigenlijk één grote reclamefilm waarin verteld wordt hoe slecht Joden wel niet zouden zijn. In Duitsland was er dus wel verzet. Bijvoorbeeld Sophie Scholl en haar broer. Er is ook meerdere keren geprobeerd om Hitler te vermoorden. Ook door Duitsers zelf. Nou, het bekendste is wel de operatie Walküre. Daarin heeft kolonel von Stauffenberg, daar zie je een foto van, geprobeerd om bij een bomaanslag Hitler te vermoorden. Kolonel von Stauffenberg ging naar een vergadering waar ook Hitler aanwezig was. En had een koffer bij zich met daarin een tijdbom. Hij heeft zelf gezorgd dat hij tussendoor weg moest. Die koffer met die tijdbom bleef staan in die vergaderruimte waar Hitler ook aanwezig was. Die tijdbom ging af, maar wonder boven wonder is Hitler bij die bomaanslag niet om het leven gekomen. Bleef hij leven. Hij werd namelijk beschermd door een dikke tafelpoot waar die koffer achter stond. En op deze manier is er vaker geprobeerd om Hitler om te brengen, maar wonder boven wonder wist hij het steeds te overleven. Maar aan de andere kant, wonder boven wonder, Hitler werd natuurlijk ook enorm beschermd. Hè. Hij had natuurlijk veel lijfwachten
die hen beschermde. We hebben het nou gehad over Engeland, we hebben het gehad over Duitsland. Nou, als er één land is waar heel veel mensen zijn overleden, waar er ontzettend veel steden vernietigd zijn, dan is het wel de Sovjet-Unie. Hè? De Sovjet-Unie, nu eigenlijk Rusland, toen heette dat de Sovjet-Unie, was het communistisch. In de Sovjet-Unie zijn ongeveer 20 miljoen mensen overleden. In Nederland hebben wij niet eens 20 miljoen mensen wonen. Aan het begin van de oorlog, een reden dat er heel veel mensen in de Sovjet-Unie ook wel zijn overleden, is dat de Sovjet-Unie een groot leger had, ook al aan het begin van de oorlog, maar ze hadden te weinig officieren en te weinig goede wapens. Dus er zijn een heleboel soldaten, Russische soldaten, overleden, bijvoorbeeld omdat ze niet eens een wapen hadden om mee te schieten. Of omdat er geen goede officieren waren die goed leiding konden geven. Nou, de Duitsers wonnen dan heel veel gebied, hè, veroverden hele grote stukken van de Sovjet-Unie. En die Duitsers vonden dat de Russen ook Untermenschen waren. En net als de Joden zeiden zij van Russen, dat zijn Untermenschen. Dat zijn mensen die zijn eigenlijk minder waard dan een mens. Zij zijn dan ook echt, de Duitse soldaten, veel, zijn dan ook echt als beesten tekeer gegaan in de veroverde gebieden van de Sovjet-Unie. En er zijn een heleboel onschuldige burgers vermoord. Je ziet hier foto's van daarboven Duitse soldaten en daaronder Russische soldaten uit de stad Stalingrad. Die stad is nu Volgograd. Daar is heel zwaar gevochten. En ook in Leningrad, nu Sint-Petersburg, is enorm zwaar gevochten. En daar zijn ook ontzettend veel soldaten en burgers bij omgekomen. Goed, dit was alweer eventjes snel een uitlegfilmpje over paragraaf 5.4, waarin je een beetje leert over hoe het leven is geweest voor de burgers, voor ons vaak onschuldige burgers in de Tweede Wereldoorlog, zowel in de geallieerde landen, maar ook in Duitsland zijn veel burgers om het leven gekomen. Hebben ze enorm geleden onder het geweld van die oorlog. En wat je nu doet is nog eens goed lezen, paragraaf 5.4, en eventueel wat opdrachten maken uit het werkboek. Succes!